De Thaise Anutida belandde als kind in de gedwongen prostitutie en ze kreeg haar eerste baby toen ze 16 was. Zelfzorgen voor haar kinderen was geen optie en zo kwamen ze in de pleegzorg terecht, onder de vleugels van Ingrid. Anutida, jij bent de biologische mama van de kinderen. Hoe is dat voor jou om te weten dat ze hier dan eigenlijk dag in dag uit bij Ingrid zijn en door Ingrid worden opgevoed? Ik vind dat heel, heel goed. Ja. Ja. Ingrid is een heel, heel goede vrouw. Heel goede moeder van mijn kinderen. Ik ben heel blij en trots op haar. Ja, ik had nooit verwacht dat mijn kinderen een goede toekomst hebben. Nooit gedacht, misschien als hun bij mij, misschien is het helemaal anders leven zo. Maar ik vind dat heel goed dat ik Ingrid heb. Zij is echt, hoe zeg je dat, supervrouw zo. Supervrouw. Ja. Als Ingrid kan doen, waarom kan ik dat niet doen zo? Ik moet ook vechten voor mijn kinderen. Ik wil niet dat hun teleurgesteld zo. Ja. Ja. Maar ik ben blij dat ik Ingrid heb. Ja, ik zeg altijd tegen Anusara, Jason, Noah, mijn eigen dochter dan. Als ik kijk aan Anusara, ik zie u zo graag, even graag dan Noah, oprecht. Jason ook, alleen mijn andere twee pleegkinderen. Ik zie die heel graag. Ik zeg altijd, Noah is geboren uit mijn buik en jullie zijn geboren uit mijn hart. Ingrid, jij bent alleenstaande moeder. Je hebt een eigen kind, je hebt 4 pleegkinderen en een hond. Hoe doe jij dat? Ik ben niet iemand die 2 uur zeteltijd nodig heeft 's avonds, als ik zo een half uurtje tv kan kijken, bij wijze van spreken en zelfs niet. En voor de rest ben ik gewoon heel graag bezig. En voor de rest is dat plannen. En daar ook aan vasthouden. Ik heb ook mama, als ik ga werken en een van de kinderen is ziek. Ik kan hier aan een vreemde zetten, maar een kind heeft geen nood aan een vreemde, zeker niet als het ziek is. Dan pakt mama de trein en dan komt zij hier en dan komt zij voor het zieke kindje zorgen. Als ik jullie zo samen bezig zie, dan lijken jullie wel vriendinnen. Hè? Dat is toch wel heel bijzonder, denk ik, die band nu tussen pleegmoeder en biologische moeder. Ja, dat klopt inderdaad. Dat klopt inderdaad. Ik denk, het is eigenlijk heel gemakkelijk als pleegouder om de biologische ouders aan de kant te zetten. Ze hebben fouten gemaakt, dus het is heel gemakkelijk om ze aan de kant te zetten. Maar het is zoveel mooier en verrijkender en beter voor de kinderen en voor de biologische ouders om als pleegouder te investeren in een goede band. Dat is heel verrijkend voor iedereen. En ik heb daarop ingezet en we hebben daar heel hard aan gewerkt, mama en ik. En we hebben daar een heel mooi resultaat van, waar de kinderen en mama enorm van genieten. En als zij genieten, ja, dan ben ik ook gelukkig en dan geniet ik mee. Dus, ja.